onderbouw van het Gooi Lyceum kun je kiezen tussen 4 stromen. Gymnasium, technasium, kunst en media of het oriëntatiejaar. Natuurlijk opent ons gymnasium voor jou de deur naar de oude Grieken en Romeinen. Maar dat is nog lang niet alles. We besteden ook veel aandacht aan de talen, de antieke kunst en cultuur en filosofie. En we bieden Engels aan volgens de echte Cambridge English methodiek. Welkom in de wereld van onze gymnasiasten. This is Sparta! Wat heb je aan het gymnasium? Nou, je hebt natuurlijk een heel leuk vakkenpakket. De docenten zijn superleuk en je kan helemaal jezelf zijn. Zeg ze iets in het Latijn. Ja, dat is misschien wel een hele leuke, interessante vraag die door veel mensen gesteld kan worden als je zegt dat je gymnasium volgt. Maar de grap is juist dat wij helemaal niet leren Latijn te spreken op het gymnasium, maar wij leren juist de Latijnse teksten vertalen en die analyseren. Maar dat is zeker wel de moeite waard, sine dubio. Je verwacht het misschien niet, maar de klassieke wereld van de Grieken en Romeinen kom je elke dag tegen. Bijvoorbeeld in onze taal. Bij Latijn en Grieks verdiep je je natuurlijk in deze talen. Je gaat aan de slag met een tekst. Net zo lang puzzelen tot je er een goede Nederlandse tekst van hebt gemaakt. Als je op het Gooi Lyceum Gymnasium doet, dan heb je ook het vak Capita Selecta. Letterlijk betekent dat verzamelde hoofdstukken. Dus dat betekent dat er allerlei verschillende onderwerpen langskomen die met de oudheid, dus de wereld van de Grieken en de Romeinen, te maken hebben. Het vak bestaat uit 2 onderdelen. Capita Selecta kunst en je hebt Capita Selecta algemeen. Bij Capita Selecta algemeen werk je in groepjes aan groepsopdrachten en projecten. Zo zijn de eerste klassers op dit moment bezig met het maken van een televisieuitzending over de Olympische Spelen in het oude Griekenland. Ook ga je op excursie, bezoeken we klassieke voorstellingen en hebben we onze eigen gymnasiumdagen. Wat is de mooiste mythe? Nou, zelf vind ik de mythe van koning Midas het mooist. Ik vind het heel magisch en alles wat hij aanraakt wordt van goud. Wie is je favoriete god? Ik vind alle goden eigenlijk wel heel mooi en iets bijzonders hebben, maar ik denk dat Apollo toch wel mijn favoriete god is. Wat Latijn vroeger was, is Engels nu. De taal van de wereld. Op het gymnasium hebben we in de lessen, in de Engelse lessen, Cambridge English. Vele leerlingen willen in het buitenland studeren en kunnen dan Cambridge English en het bijbehorende diploma dat ze daarmee kunnen halen, uitstekend gebruiken. We vinden vaardigheden als presenteren, debatteren, schrijven en improviseren ook heel belangrijk. Via leuke groepsopdrachten leer je die vaardigheden je eigen te maken en die kun je weer bij andere vakken inzetten. En weet je, we gaan 2 keer in de onderbouw op reis naar Engeland. Ook kom je meer te weten over de grote filosofen. Bij filosofie leer je echt goed nadenken over belangrijke, maar ook praktische vragen. Als wij het allebei over iets roods hebben, hoe weten we dan dat we ook hetzelfde zien? Wanneer ben je eigenlijk een echt goed mens? En als robots straks aangeven dat ze niet meer uitgezet willen worden, wat moeten we dan? Het zal je nog verbazen wat voor een mooie gedachten daarover bestaan. In je eigen hoofd en in die van de filosofen van vroeger en nu. Vind jij het leuk om de wereld te onderzoeken? Om te ontdekken dat vroeger en nu helemaal niet ver uit elkaar liggen? Kom dan nu naar ons gymnasium en haal alles uit je talent. Zo, dat was interessant. Wil je nou meer van ons zien? Hou dan goed onze Instagram en website in de gaten. Ons volgende filmpje gaat over big business.